Today we are visiting Osprey young plants to see how the Growcoon works. This is an ideal nursery for young cuttings. Robin makes sure they have the best conditions with our Growcoon. Ik ben Robin Thijssen. Ik zit hier bij Osprey Young Plants. Onze hoofdmoot is vermeerdering van tropische planten. Wij zijn 5 jaar geleden met Growcoon gestart. Het grootste pluspunt van Growcoon is gewoon eigenlijk, we kunnen sneller een volledig bewortelde stek afsturen. De doorgroei naar het overpotten is veel sneller. De wortels hoeven niet meer te settelen of te wennen. Het gaat in één stuk gaat het door. En zijn veel eerder weer doorgeworteld in de nieuwe pot. Voor de volgende fase is het uiteraard beter voor de klant ook. En ook voor het milieu, het verteert. De afbraak van de Growcoon start dus eigenlijk al bij ons op de kwekerij. Het is een biologisch en eigenlijk automatisch proces. Als het eenmaal in werking is gezet, gaat de vertering bij ons, maar ook al bij de eindklant gewoon door. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om de Growcoon door te telen op hydroponic of in de volle grond. Uiteindelijk is er niks meer terug te vinden van de hele Growcoon. Die is biologisch compleet verteerd. Je gaat op een gegeven moment een gekleurde schimmel aan de buitenkant van de Growcoon ga je zien. En dat is eigenlijk het begin van het verteringsproces. De temperatuur heb ook mee te maken, de zuurgraad van je water, de watergiften, zomer, winter. Ik zie het als een natuurproduct. Eventually the Growcoon will dissolve into the soil. I'll show you how that works. The structure of the Growcoon is firm, but as the discolorations indicate, it is slowly breaking down. Even before you can see the breakdown with the naked eye, a lot is going on at the microscopic level. On a microscopic scale, the fibers of the Growcoon are made of long chains of molecules. These chains make up the unique structure of the Growcoon, which only starts breaking down after the functional period has ended. Soils contain diverse communities of microorganisms, which start the degradation process. Without you having to do anything, these microorganisms break up the chains into smaller and smaller pieces. These final, smallest pieces will eventually break down into water and CO2. All kinds of factors, such as temperature, humidity, and pH, create a specific living environment for the microorganisms in the soil. This influences how susceptible the Growcoon is to degradation. Even in less than ideal conditions, the Growcoon will still decompose. The degradation is a biological process that occurs anywhere in nature. Wij proberen zo goed mogelijk een start voor ons jong goed te maken. En de Growcoon werkt daar zeer zeker aan mee. De wortels vliegen door de pot heen, bij wijze van spreken. En hoe eerder de stek beworteld is, hoe eerder ze cruciale fase gehad hebt, des te eerder gaat hij zijn groei pakken. De start is gewoon perfect op deze manier. Uiteindelijk zal onze eindklant daar ook van profiteren, want die vindt een gezonde plant met een goed microleven. En de start bij ons, de start voor onze klanten, het is een goede start.